R-U-D-O. Rudo. Rudo. Het is woensdag, je kijkt naar Unity.nu. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Ja, of je moet op donderdag kijken, kan ook natuurlijk. Maar hij is de eerste keer uitgezonden op woensdagavond, vandaar. Ik ben vandaag te gast op de Markt in Leiden. En eens even kijken of hier nog een paar gezellige mensen zijn. Rudo! Oh, sorry. En je zat zo midden op de weg. Ja, dat doe ik altijd. Nee. Ben je druk bezig? Ja, even mijn dochter appen. Mijn wekelijks... Ik kom toch niet op tv of zo? Wil je dat niet? Nee, ik kan je een balkje geven. Een wat? Een balkje. Een balkje. Dat heb ik nou nooit begrepen. Dan doen ze een balkje voor de ogen, maar dan zie je nog steeds wie het is, ja, toch? Ja, nee, precies. Dus, maar ben je wel eens op tv geweest? Nou, niet dat ik weet, nee. Nou, misschien per ongeluk in het voorbijgaan. Nou, dan is dit je debuut. Nou, gezellig. Ja, dus ja. Wil je nog iets tegen iemand zeggen? Nee. Nee? Okay, nee. Nou, dan gaan wij snel weer door. Maar... En de volgende keer aan de kant, hè, anders loop ik weer tegen jou. Doei! Rio! Wat heb je nou weer bij je dan? Nee, anjovisjes, hè. Oh, we moeten even... Kijk, die mevrouw wil er door. Ga maar door, mevrouw. Dit zijn anjovisjes. Anjovisjes. Dat zijn die hele zoute... Nee, uit een blikje. Dat is een euro, meneer. Uit een blikje zijn ze zout, hè. Uit een blikje zijn ze zout. Deze niet? Nee, deze niet. Snaggonen zijn toch ook niet zout? Niet van zichzelf. Nee, dat bedoel ik. Ik dacht dat die anjovis dat van zichzelf ook. Mag ik mijn cameravrouw er eentje geven? Natuurlijk. Nou, Brigitte, mond open. Zijn ze zout? Valt mee. Het valt mee, oké. Het is alleen een beetje kruiden natuurlijk erover. Hoe is hier op de markt eigenlijk? Ja, lekker rustig. Mooi weer, geen regen. Nee, lekker rustig. Dat kan je toch als marktkoopman niet zeggen? Lekker rustig. Ja, het is dit toch. Hè? Oude jongens rentebrood. Het is normaal benen bloot, handel dood of zo? Ja, wat was het ook alweer? Ja, vrouwen bloot, handel dood. Hoe lang sta jij hier al op de markt dan? Ik sta hier nou al 10 jaar op de markt. Maar daarvoor stond ik af en toe nog wel eens op de markt. Dus toen ik heel klein was. Dus eigenlijk sta ik al 30 jaar op de markt. En ook op de Leidse markt dan? Ook op de Leidse markt, ja. Maar in 10 jaar, is die markt veranderd of is het een beetje... Nou, het valt op zich wel hetzelfde. Ik zit even te kijken, jij bent niet van, je komt niet uit Spakenburg. Nee, ik kom gewoon uit Leiden. Ja. Herenstraat 48. Ja, ik wilde zeggen, jij hebt ook je hebt een eigen winkel. Ja, daarom. Herenstraat 48. Paling komt er ook weer aan, hè? Oh ja, meneer Paling. 3 oktober. Kom je me dan even, nodig me dan even uit, ja, tegen die goed. Tijd? Dan kom je gewoon even paling 3 oktober, dan krijg je mij een lekker paling. Kijk, hartstikke goed. Gaan we live voor de camera opeten. Ik ben een grote viseter. Maar wacht even, je moet wel als een marktman even roepen, verse anjovis. Ja, verse anjovis, maar ja, ik... Ik ken natuurlijk niet in dat ding bij jou lopen toeteren. Want, Dames en heren, proef nu verse anjovis helemaal gratis van zee. Ja, gratis van zee. Gratis van zee. Half pondje €5. Dat is niet gratis. Elke woensdag en zaterdag sta ik uit te delen. Nou, succes. Oké, okay, bedankt. Kom ik zaterdag weer. Doei. Ja, is goed. Ik zie je zaterdag. Hè, bij de wacht. Rio! Nou, wij komen elkaar de laatste tijd zo vaak tegen. Oh jee, help. Hoezo, oh jee, help? Ben je wel eens in mijn programma geweest eigenlijk, Joke? Ik denk het wel, maar dat weet ik niet. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. Oh ja, maar dit is onze schuld, meneer. Wij staan midden op straat. Sorry. Zeg je? Waarom doe je dat nou? Waarom doe ik wat? Jou aanspreken. Kom. Nee, dit is de mevrouw. Ja, maar ik wil je even interesse voor de mensen thuis. Dit is een hele bekende mevrouw in Leiden. Ja. Want jij bent Joke van de... Poel. Ja, van de... Poel van de... Truien bedoel je. Juist. Van de 3 oktober truien. Ja, Joke maakt die truien. Ja, dat klopt. Je moet nog steeds een oude trui aan jou geven, zodat je mijn maat hebt, hè? Ja, zeker, maar... Dat gaan we dit jaar niet meer redden, denk ik. Nee, nou even niet meer. Nee, want ik heb er nog eentje die ik moet maken, dus die bijna klaar is wel, maar dan red ik eigenlijk niet meer. Want hoe lang doe jij over die truien, Joke? Dat hangt er vanaf hoe snel ik kan breien en zo. Maar een dik iemand doe je langer over dan een dun iemand, of? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Een trui is een trui. Want er lopen best wel veel bekende leidenaren ook in jouw trui, hè? Ja, dat is ook zo. En we gaan op de Hogelandskerk met koraalmuziek voor het oefenen. Willen we een foto maken van alle truien die er... Van alle mensen met zo'n trui? Met alle mensen die zo'n trui aan hebben van mij. Gaat Emiel van Aalst gaat die op de foto zetten zeker dan, of niet? Nee, daar heb ik Niek Bavelaar voor gevraagd. Nou, laat het Emiel aan niet zien. Nee, dat geeft niet, want Emiel moet zelf op de foto omdat hij ook zijn trui heeft. Oké. Dus, ja. Nee, dan is het logisch. En de burgemeester, hè? Ja, en ook Van Oesgeest ook. En Van Oesgeest ook. Die probeert te komen, maar dat is niet zeker. Nou ja, klinkt in ieder geval goed. Hij had een afspraak, maar dat moest je dan of afzeggen of niet. Maar Karel Stolker,
Is dat is de dirigent, toch? Nee, dat is de man van de universiteit. Ja, oh, tuurlijk, ja. Dus die hebt er ook één, dus ik hoop dat die ook komt. En als er nou mensen thuis zitten en denken, pot voor drie. Ik wil ook zo'n trui. Kunnen ze die bestellen? Volgend jaar, maar nu niet meer. Nou niet meer, na 3 oktober. Ik heb geen tijd meer om te breien. Nee, dus, kan me voorstellen. Nou, ga lekker door. Ik zie je wel weer in de stad, denk ik. Nou, fantastisch. Kom jij een trui brengen? Ja, dat is goed. Ik neem hem met 3 oktober mee. Doei! Ja, 3 oktober ga ik niet met die trui lopen, hè. Je moet hem langskomen brengen. Veel eisend. Rio! Wat loop je nou te brullen dan, joh? Ja, dat ze beroemd werd. Dat ze beroemd? Ze is al beroemd. Ik kom er even tussen. Mag het? Oh, ja, oké. Okay. Ja, is ze ook. Ja, je buurman heeft er geen zin in, zie ik. Of heeft hij hoofdpijn, denk je? Geen hoofdpijn heeft er geen zin in. Geen zin in, oké. Okay. Jij wel? Vraag maar wat. Ja, je zit een beetje op het plekje van Aad van der Luijten, hè? Ja, die zat meer naar de hoek. Ja, die zat meer naar de hoek. Ja, zat meer naar de hoek. Aad van der Luijten zat meer naar de hoek. Ben je al klaar voor 3 oktober dan? Ja, ja. En het is altijd apart 3 oktober, joh. Want? Het is altijd apart. Nou ja... Het is heel goed op het moment wanneer een stad een paar dagen een beetje collectief is aangeschoten. Want dat is 3 oktober. Ja, dat is waar. Ja. En dan is de sfeer op 2 oktober dan even net wat fijner om 11 uur 's avonds dan op 3 oktober. Want dan worden de mensen wel vervelend, hè? Nou ja, weet je, het is goed op het moment wanneer een stad gewoon even buiten zijn normale gang van zaken gaat. En Leidenaar is echt trots op zijn stad tijdens Leidens Ontzet, volgens mij. Ik ben bang van wel. Ja. Ben jij een echte Leidenaar? Nee, ik ben een echte joei. Een wat? Een joei, dat is een Scheveningen. Oh, een scholenkop? Nee, een joei. Een joei, wat is? Een joei, zo noemen Hagenaren dat. Ah, oké. Okay. Ik dacht, maar nee. Wat is een scholenkop dan? Ja, dat, nou ja. Zo'n scheldwoord. Scholenkop is scheldwoord. Ja. Oké, okay, sorry, dat was niet mijn bedoeling. Oké. Okay. Hey, tot 3 oktober in de stad. Oké. Okay. Dag meneer. Rio! En Ilias, dat gaat altijd samen en dat gaat goed zo. Dit is een soort broer. Een soort broederliefde is dit. Juist, puur. Er zou eens een keer een band moeten ontstaan. Ja. Even tegen elkaar. Staan we tegen de zon in of niet? Moeten we draaien? Nee, ze zijn dat je staat tegen de zon in. Zeg ik tegen de zon in, moet ik draaien? En dan zijn we moet dan... op mijn handen staan. Nee, wat het is, dan lijkt het we kunnen net... hem ook zo doen als jij wil lachen. Ja, dames en heren, ja, zeg het maar. Het is meer als wij tegen de zon in staan. Ja? Dan lijkt het net of mensen een opsporing verzocht kijken. Dan zie je, ja, maar je weet zelf toch. Hoe is het dan? Gaat lekker met jou? Ja, goed. Ik denk het is lekker weer. Laat ik weer eens een keertje naar de Leidse Markt. Naar de Leidse Markt. Dat is altijd een interessante Leidse Markt. Daar gebeurt altijd mensen wel wat. Mensen kijken niet zo gezellig vandaag. Ik heb geen idee. Weet je waar het misschien mee te maken zou kunnen hebben? Als je nou een beetje voelt, die wind. Die is wel wat frisser. Ja, het is koud. Het is een beetje het einde van de zomer. Dat is pijnlijk. Normaal dan ga ik een beetje met het programma bereiden natuurlijk niet voor. Dus dan loop ik en dan zie ik mensen en denk ik, die kan ik wel aan. Maar vandaag heb ik zoiets van, zo erg. Doe maar niet. We zullen voor de grap... Misschien moet je een nieuwe presentator nemen. En die vrijwillig ook gewoon die programma voor jou wil doen. Die staat niet. En dan heet het programma ILIAS. Nee, dat doen we dan niet. Nee, gewoon Unity, klaar. Punt. Nou, we zullen voor de grap een keer aan het einde van dit programma alle mensen die niet willen achter elkaar zetten. Ja, dat is goed. Dat is wel zien. Een lang programma. Nee, de ene keer willen ze wel, de andere keer willen ze niet. Hey, 3 oktober komt eraan? Hoe vier jij dat dan? Want jij bent de man die altijd weer 's ochtends vroeg op moet, 's avonds later in. Ik probeer altijd wel ergens weer een plekje te regelen. 3 oktober valt op een donderdag, hebben we vanmorgen nog besproken op de zaak. Er gaan heel veel markten niet door, heel veel collega's willen feesten. Een paar collega's moeten werken en ik ben daar één van. Heet je ook haring? Ik eet het hele jaar door haring. Ja, het hele jaar door. Nee, 3 oktober neem ik ook een appie hoor, dat komt wel goed. Oh, goed. Nou ja, joh, ik ga niet, over de duidelijkheid, ik ga niet om 6-7 uur 's morgens. Dat doe ik niet. Waarom niet? Nee, het hele jaar door om 6-7 uur, dan ben ik allemaal buiten. Gun ik het aan de rest ook een keer. Heb je het ooit wel eens meegemaakt, het koraalzang? Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Ja, maar dat is... Of nee, niet koraalzang, maar het is het de revij. De revij, ja, dat heb ik wel meegemaakt. Maar dat is, Nee, ja, oké. Ja, sommige mensen vinden dat heel leuk. Ik denk altijd... Maar je bent niet, waar ben jij in de stad te vinden dan? Ben je dan 2 oktober wel 's avonds aan het stappen? Weet dat ik 2 oktober, dat vind ik heel gezellig, in de avond. Ja, dan ga ik wel van de stad in, de standaard. Oké, okay, en dan kom ik je dan sowieso en tegen? En dan zie ik ook thuis kom. Ja, dat is makkelijk. Je woont hier om de hoek. Hoe dan? Je woont hier om de hoek. Gelukkig wel. Tuurlijk kom je thuis. Hey, ik zie je snel. Dankjewel man. Eindigen we dan ook weer met een knuffel? Ja, sowieso. Rio!
Mag u de tassen sjouwen? Ja, hoe weet jij dat? Nou ja, die mevrouw liep er zo licht bij. Ja, met een, ik ben een gewone... Nee, ik zou het gewoon, hè, gentleman. Ja, tuurlijk. Ik ben nu is het eerlijk verdeeld. Ja, ik ben altijd netjes tegenover mevrouw. Over, ja, of tegenover vrouwen. Over het algemeen. Vrouwen, net, ik ben gewoon helemaal... Ja, houdt hij de deur nog voor je open? Nou, dat is hij toevallig de laatste week. Vanmorgen deed hij hem gauw dicht. Hoe lang zijn jullie al samen? 25 jaar. Ja. Ja. Oké, nee, dat is ook alweer een aardig tijdje. Mooie tijd, toch? Ja, en wonen jullie in Leiden dan? Of? Nee, Katwijk. Ik dacht zoiets te horen. Nee, dat kan niet. Zeggen ze altijd, je bent een echte leier. Nou, bij jou, mag jou zeggen toch? Bij jou hoor ik het wel, maar ik hoor wel wat Katwijks erin. Nee joh, bij mij hoor je geen Katwijks. Ik praat hoogbeschaafd Hollands. Ja, ABN. Ja. Maar dan ben jij wel echt Leids, of dat niet? Nee, of heb je er gewoon... Mijn moeder was een leienaar. Leienaar. En zijn moeder ook. Nou, dus je komt al wel je hele leven in het Leidse dan? Ja, al van jongs af aan kom ik altijd naar de markt toe. Ja, maar in Katwijk heb je ook hele leuke markten, toch? Ook aan de boulevard? Ga ik ook naartoe. Ja, hoe vullen jullie je dagen dan naar markten gaan? Markten, overal kijken, leuke dingen doen. Ja, want jullie hebben nog veel vrije tijd, denk ik. Tenminste, je ziet er niet uit alsof je nog elke dag om 9 uur op kantoor hoeft te zitten. Nee, ik werk 2 dagen in de week, dat is zat. Ja, wat doe je nog? Een beetje auto rijden, een beetje rommelen. En wat het koerieren of nee, persoonlijk? Vrachtwagen. Hoe echt? In de bloemen. Ja, Katwijker, hè? Maar hoe oud ben je dan? Ik ben, wat denk jij? Ja, ik vind het heel lastig. Ik dacht al wel dat je de pensioenleeftijd had. Ja, dat heb ik. Ik ben 66. Oké, maar je vindt het gewoon nog leuk om te doen? 2 dagen is leuk. Een beetje rommelen. Dat je nog jong ook? Ja, dat je niet achter de geraniums gaat zitten. Want dat maakt je oud natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel waar. Hè? De ene 66-jarige is niet de andere 66-jarige dan. Nou, we zijn weer in beeld geweest. Ja, je vond het weer mooi, hè, zag ik. Nou, je woont in Katwijk. Ken je RTV Katwijk? Ja. Nou, maar als je naar RTV Katwijk zept vanavond... Ja. En je gaat twee dingetjes terug of drie... dan kom je op nummer 40 op je tv. En dan zie je ons. Oké, hey, hartstikke bedankt. Doei. En een fijne dag. Jij ook. Rio! Je loopt hier alsof je hier niet voor je lol loopt... Jawel. Ook wel. Heerlijk. Hoef je niet te werken dan? Vandaag niet. Nee, ja, voor de mensen die denken van, bekend gezicht, kapster in Leiderdorp. Althans, knip je zelf ook nog? Niet meer. Nee. Wel altijd gedaan, toch? Heel veel, ja. Want, nou ja, goed, je had, we staan in de weg. Je had Hermex, toch? Ja, maar vroeger, dat bestaat denk ik niet meer. Dat bestaat niet, is Hermetters. Ja. En ik heb er nog twee, is Cats & Colors. En die zit ook in Alphen aan de Rijn. En in Leiderdorp. En het is 5 zaken, dus dan ben ik meer op de achtergrond bezig dan eigenlijk in de zaken. En heel goed, hoe meer zaken je hebt, hoe drukker dat ook is, ja. Denk ik. Ja, heel anders. Gaat dat goed? Ja, heerlijk. Ja? Dus daarvoor kon ik me nu permitteren om eventjes hier te lopen, want we moesten eventjes wat gaan kopen. En is het dan niet irritant dat je dan als kapster een kale man hebt? Dat is alleen maar handig. Oh. Ik hoef niks meer te doen thuis. Nee, dat is waar. Af en toe krijg je een pruik op om een nieuw modelletje uit te proberen, denk ik. Ja. Dus nee, geniet er lekker van. Jullie ook. Heb nog een paar andere mensen lastiggevallen. Doe dat. Doei. Hoi, hoi. Rio! En, hebben ze gesmaakt? Nou, reken maar. Mag ik er even bij komen zitten, of niet? Poffertjes. Met advocaat, hè? Ja, poffertjes met advocaat, anders vind ik het niet lekker. Die combinatie heb ik nou nog nooit gehoord. Nee, ja, ik heb wel meer combinaties. Ik lust ook geen tomaten zo. Maar hoe dan wel? Ik strooi er wat overheen, gestampte muisjes. Wacht even, we hebben het over die rode... Rode tomaten, en die snij ik op mijn brood. En dan strooi ik een pakje gestampte muisjes over. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En dan lus ik het wel. En, ja. Ja. En heeft u ook nog van die tips? Nou, ik had op dieet. Ik heb nou allemaal groentes gehaald voor het tientje. Van allerlei groenten en fruit. Want wij hebben allebei fibromyalgie, dat is een spierziekte. En als je, en ik heb pas griep gehad, nou, je vergaat van de pijn. En hoe heette die ziekte? Het is zo. Nou ga ik dat 's morgens, 's middags en 's avonds blenderen. Een soort smoothie? Ja, zelf. En dan heb je brood met vegetarische schijven of zo. En ik wil gewoon aan mijn gezondheid werken, want dat vet en dat vlees is niks. Maar dan moet je er geen gestampte muisjes op doen natuurlijk. Nee, dat is weer... Nou, dat mag ook, een tomaat met gestampte muisjes. Als je overal... Ja, dat mag ook. Anders moet geen tomaat. Ik moet gewoon gestampte muisjes. Ik doe er ook altijd zoete op, hoor. Ja, maar meestal... Maar dat mag nu niet meer dan, toch? Als je gezonder gaat... Doe je gewoon
bakken. Tomaten bijmaken en dan een beetje uitjes, een beetje peper in een koekenpan. Ja, en dat prakken, en dan heb je zo'n lekker prutje. Ja, en dat doe je dan op... Ja, dat maakte mijn moeder vroeger ook altijd. Ja, dat geloof ik. Maar ik vind dit vind ik ook wel. Poffertjes met... ik wil het binnen de prullenbak doen, maar er zit een hond in. Nee, dat zou ik maar niet. Van wie is die hond? Nee, dat van mij. Dat is een soort gestand muisje, hè? Ja. Dat is het liefste hondje van heel Leiden. Ja, hoe heet ze? Of hij? Hij is een hij en hij is al 5 jaar en hij komt iedere week op de markt. En hoe heet hij? Bassie. Oh, Bassie, benen bij elkaar. Ja, dat is Bassie. Bassie. Hij is 5 jaar en komt 5 jaar op de markt. Dat is Bas, meneer? Iedere zaterdag. U kende Bas nog niet? Iedere zaterdag komt hij op de markt. Nee, doen we er... Ik kom iedere zaterdag hier en iedere woensdag. En het is voor mij geen marktgeest als ik niet poffertjes met advocaat heb gegeven. Dus eigenlijk ben je gewoon een alcoholist. Nou, dat weet je, advocaat is de moeite nog niet. Nee, nou... Het is heerlijk. Dan kom ik een keer op woensdag of zaterdag poffertjes met advocaat bij je eten. Nou, dat is echt heerlijk. Op wat voor tijd ben je hier dan? Nou, meestal nu of 12:30, 12:45. En nu is het alweer... Ja, het is nu alweer... Ja, ik zie het hier alleen. Ja, maar op dit plekje kom je natuurlijk continu bekenden tegen. Ja, dat klopt, ja. Kom je hier veel? Nou ja, af en toe. Ik ga eigenlijk door de hele regio, door Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, Scheest, Leidendorp. En dan ik kom hier iedere week met mijn hondje, al 5 jaar. Ja, met Bas? Met Basie en ook soms. En elke week? Ja, want ik doe dan dat ik wil groenten en fruit eten. En wat erbij komt, dat passen we zelf wel aan. En wat eet Bas? Hè? Wat eet Bas? Basie? Basie? Die eet altijd vlees en brokjes, de beste. Hij moet nou gescheerd worden een keertje. Geschoren? Mooi, maar hij is zo dik van vacht. Het is een lief, joh. Ja, hij blaft. Hij is de rustigste zelf, maar als hij waaks is bij mij thuis binnen, nou, s'avonds, met die zusters om me heen lopen, dan blaft hij wel. Hoor. Ik wens jullie ervan veel plezier en we komen elkaar nog wel een keer tegen dan hier. Dat denk ik ook. Voor poffertjes met advocaat en tomaat met gestampte muisjes. Gestampte muisjes, juist, ja. Rio! Waar maak jij nou foto's van? Van mensen gewoon, hè. Oh, okay. Ja, ik denk... Een beetje net als jullie eigenlijk. Ja, alleen jij zit in een hoekje. Ik denk, je bent BN'ers aan het sporten of zo. Nee, liever niet zelfs. Okay. Nee. Maar wat doe je ermee dan? Ik volg een keuzevak fotografie, dus dan maak ik wat foto's. Oké, okay, maar heb je ons ook al gefotografeerd dan? Nee. Zouden wij een leuk onderwerp zijn? Op zich wel, maar ik zoek eigenlijk van die mooie, deftige dametjes. Een beetje zoals zij, zeg maar. Oh, ja. Even kijken, maar als we met de camera draaien, die bedoelt die mevrouw met die zwarte tas en die groene... Ja, in het groen, zeg maar. Ja. Gewoon van die... Er lopen hier heel veel ouderen, net van die mooie dametjes. Dus die maar wat is, is... Heb je een opdracht? Of? Ja, voor mijn les. Dan, ja, de opdracht is, wat houdt de opdracht in dan? De opdracht is, ga op een drukke plek zitten en fotografeer wat je opvalt. En dan als een soort vlieg aan de muur, ze moeten eigenlijk niet geposeerd... Dat hoeft niet, dat wil ik gewoon zelf graag. Ja. Dus. Nou, dan succes. Gaan we... Oh, daar komt een deftig vrouwtje aan. Het is net vogelspotten dit. Ja, leuk hè? Ja, succes. Ja. Bedankt, jullie ook. Rio! U rijdt al een beetje te snel. Oh, dank u. Iets langzamer. Ja, het is markt vandaag. Ja, dat is waar. Hoe hard kan die? Nou, ik durf het niet precies te zeggen, maar... Ik denk wel een 50. Nee hoor. Nee, oké. Dat is een opgevoerde scootmobiel. Nee hoor. Nee hoor, ik denk een 30 hooguit. Nee, dat is wel te overzien. Nog geen. Heeft u hem al lang? Nou, 1,5 jaar. Uitkomst, hè? Tenminste, ik heb hem zelf niet. Mijn vader heeft er eentje. Een uitkomst. Ja, ik heb wel heel traantjes omgelaten dat ik erin moest, hoor. Dat ik niet echt meer kon lopen, niet meer kon fietsen. Maar kon je het accepteren dat je erin moest? Ja, op het laatst wel, ja. Maar dat heeft wel even geduurd. Niet. Ja, dat heeft echt veel lang. Maar dat zie je bij een heleboel dingen. Je hebt ook bijvoorbeeld van die sta-opstoelen. Ja. Ja, op zich super handig. Maar ja, als je erin moet, dan wil je dat liever niet. Dan wil je... Nee, dat is... En nu doe je niet anders. Is. Ja. En dan ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Nee hoor. Wie is dit? Kijk, we hebben hier een... Dat is mijn kleinzoon. En dat is mijn kleinzoon. Oh, je hebt er twee. Ja. Maar je hebt er dan ook maar twee, toch? Ja. Anders zou het wel heel zielig zijn voor die derde. Ja, hè? Dat moet ik ergens dan moet je ze wisselen. Ja. Nee hoor, dat is mijn kleinzoon. En zijn het dan ook nog actuele foto's of zijn ze inmiddels al 40? Nou, nee. Nee, ze zijn 20 en
17. Oké, dan zijn dit wel een beetje oude fotootjes, denk ik. Dit zijn oudere foto's, ja. Nou, ik zal je niet te lang ophouden. Veel plezier op de markt. Ik denk, ik ga er achterop, maar dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Ik heb geen standaardje. Nee, hè? Wat leuk was. Hadden we zo het beeld uitgereden. Hadden we zo kunnen als een soort Titanic. Ja. Hadden we dan samen gewoon recht voor. Nou goed, succes. Ja, ja, dankjewel. Dag. Succes. Rio! Ik word geroepen, hè? U roept mij. Ja. Nou, heet jij van je achternaam Sloppendel, hè? Ja. Ben jij dan familie van Bosch? Bosch. Uit Haarzenswoude? Ja. Ja. Bosch heeft bij mij in dienst gelegen. Heeft Bosch in dienst gelegen? Ja, bij mij. Ja, oh, wat grappig. En die zijn vader, ja, die heb jij natuurlijk niet gekend. Nou, jawel, denk ik. Nee, daar ben jij te jong voor. En dat was eigenlijk... zijn vader heette Thijs Sloppendel, geloof ik. Maar daar heb jij nooit van gehoord, zeker. En dan was ik... Als ik je dan, hoi, als je dan op de televisie denk, nou, als ik hem nou je levende lijf tegenkom... Ja, maar wacht even, je hebt het over Thijs Sloppendel. Ja, dat was Bas zijn vader. Ja, wacht even, dan, nou, ik kan mijn vader wel even snel bellen. Want die moet dat dan, mijn vader moet dat wel weten. Want ik heb... Nou, hoe heet jouw vader dan? Marien. En je had Bas Sloppendel, dan had je Marinus. Die had een groentewinkeltje in Hazerswoude. Ja. En daar is dan mijn vader weer een zoon van. Oh, ja, ja. En ik ben geadopteerd, dus daarom heb ik weer een ander kleurtje. Ja. Wacht even. Hoi, hey, je bent even op televisie. Ik sta hier naast de meneer en die vraagt of ik familie ben van Bas Sloppendel, waarvan zijn vader dan Thijs heet. Ja. Nou, ja, zegt hij. Ja? Dat is een oom, dat is een oud-oom van je. Dat is een oud-oom van mij. En wat is het dan van jou? Dan is van jou een achterneef van mij. Is een oom en het is een broer van mijn vader. Nou, want ik zei hier naast de meneer en die heeft dan met Bas in het leger gezeten? Ja, in dienst gezeten. In dienst? Ja, dat kan. Maar ken je die meneer dan ook, of niet? Ja, ik weet niet die meneer. Hoe heet hij? Ik heet Prins. Prins. Ik heb ook altijd in de groente gezeten. Hij zat in de groente? Dat is wel een bekende naam, maar... En je voornaam dan? Ger. Ger Prins. Nee, ik ken hem niet. Oké, nou. Ja, dat was het nieuwsgierig daar. Oké, nou, dankjewel. Oké, succes. Hoi. Nee, maar dan ben ik eruit. Nou, dan, Omdat je Sloppendel heet, die zegt dan, als ik hem nog eens tegenkom, dan ga ik het vragen hoe dat nou in elkaar zit. Dan zijn wij eruit gekomen. Okay, en door dit lange verhaal zijn we ook aan het einde van de uitzending gekomen. Okay. Dus als jij nou zwaait, dan zeg ik tot volgende week. Rio! Wat wordt hier besproken? Nou, je kijkt alsof, nou, dat gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Zal ik dan maar snel doorlopen? Ja, loop maar door. Ja. Dan ga ik even tussendoor. Ja? Dan was ik er niet. En ze wil niet op televisie. Oh, je hebt je zonnebril gelijk opgezet. Loop er maar langs, ze wil niet op tv. Ja, kom maar door. Ik heb het geregeld hoor. Sorry. Als ik daar nou op ga zitten, kan ik me dan laten rijden? Ja, ben gek. Wat staat u in gedachten verzonken? Wat heeft u een mooie lach op uw gezicht? Vee. Lopen jullie er... Oh. Nee, we staan eigenlijk bij